werk, dat het heel mooi samenloopt. Dat is geweldig. Ja. Dat je de een zo vanuit de een zo doorstroomt in het ander. Die beweging is. Heb je veel gemediteerd? Ja, ik ben om 5:30 ging het wekkertje. En ik ben dan begonnen met mijn beoefening. Mediteren en beoefenen tot 7:30, 8:00. Daarna kwam er een wandeling naar de rivier, even de groet naar de rivier en met Qigong aan het water. En vervolgens in mijn atelier eigenlijk al ontbijtend en werkend zo'n beetje aan de dag beginnen daar. Wat beoefening tussendoor, ook op die plek. Ja. En gaandeweg de dag was er hier in de het fortgrot ook wel een beoefening gaande. En dan ging ik 's middags af en toe terug naar deze plek om daar weer verbonden mee te zijn. En mijn avond deed ik voornamelijk een uitgebreide sadhana beoefening van 7 tot ik klaar was, 9:00. Ja. En slapen. Met welke plekken was je het meest verbonden? Nou, eigenlijk ben ik met 3 plekken verbonden geweest. Met de rivier, met het atelier en met het grot, het fortgrot. Alleen, ik had met alle 3 een dialoog en een verhouding. Dus dat was wel heel boeiend om te merken. Dus de rivier was echt een soort verbindende factor tussen de 2, merkte ik. Ik had die dialoog ook nodig om in die stilte hier te kunnen zijn. Op een of andere manier vond ik het fortgrot ook niet echt een lichtzinnige plek om te zitten en te mediteren en mijn hart te openen en daar gewoon te zijn. Dat was iets waar ik echt aan gewerkt heb. Dat ging niet vanzelf. Er zit ook veel druk op, hè? Op dat fortgrot. Ja, er zit een... Letterlijk en figuurlijk, hè, toch? Ja, er liggen druk van onder en van gisteren. Hè? Dus het geschiedenis wat heel erg is. En de dagelijkse wereld gaat hier ook door en dat merk je ook heel sterk. Ja. Dus het zit verenigd in een ongelooflijk zwaar monument. Ja. En dat is wel stof om te werken en om tot nadenken. Mooi. Wel heel boeiend. Het is gewoon, ik heb het achteraf niet willen missen. Het is gewoon, ik vond het niet makkelijk. Zeker het begin, de eerste dagen had ik echt wel een soort van omtrekkende beweging. Maar toen ik daar doorheen was, dacht ik van ja, het is wel waar het over gaat. Het is wel om met alles te zijn en je niet te verbinden, maar daarin te stromen als die rivier. Dus er lag ook een soort... lichtheid zat er ook in. Juist door de locatie, door de uiterwaarden en het stromende water en de natuur die ontluikt. Hè. Ik bedoel, als we het gaan hebben over incarnatie en herhalen, dan is dat een prachtige manier van kijken naar het landschap. Nee, dat is, ja, en het heeft een neerslag in mijn werk op een of andere manier. Het is geen stijlbreuk of wat dan ook. Was ik bang voor, ja. Was je er bang voor? Ja. Nou, hij komt vanzelf, maar die verandering zal er zeker zijn. Het is net die ene steen, weet je wel, die maakt dat de rivier ook anders loopt. Ja. Dus deze ervaring maakt dat mijn ontwikkeling ook anders gaat. Ja. Dus op zo'n manier kijk ik ernaar. Achter in de hoek zit een vergaderplek. Oké. Okay. Ja. Nou, okay. Je hebt 3 verwarmings... koolraap vind ik wel leuk. Anders nog. Hebben jullie koolraap? Ja? Als deze zoveel jaar vertrouwd zijn met zo, dan zijn er wel eens mensen die vragen om een groente- en fruitpakket. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en dan 9. En dan hadden we...
beetje limbo. Bovenop gooien. Ja, ik vind deze en dan kan je om. Zo. Oeh. Ik heb gehoord dat, dat Leen ook een getalenteerd kok is. Dat is hij nog steeds. Hè? Dat, kan je daar iets over vertellen? Ja, toen ik hem leerde kennen was hij dus kok. Was hij aan het werken in een restaurant in Zeegsen. Daar maakte hij op zich al hele prachtige dingen. Ik herinner me nog dat we dat toen een keer zijn gaan eten met mijn ouders. En dat hij prachtige schaaltjes maakte van suiker. Waar dan ijs en dat soort dingen in zaten als dessert. Met name, daar was hij ontzettend creatief en goed in. Dus hij is altijd een hele creatieve en goede kok geweest. Nou, En wat is er nou de relatie tussen kunst en koken? Het platteland, het Groningse land. Hij houdt heel erg veel van het Weidse Groningse land. Dat vind je ook terug in zijn schilderijen. Dus ook het Wad, maar ook... de Wierden, de Maren, ja. De Maren. Hij heeft ook wat dingen voor mij gemaakt. Het hele Groningse land. Hij gebruikt dus ook de producten van dat land in zijn koken. Heel erg natuurlijke producten, regionale producten. Gewoon gezond, normaal, smakelijk, natuurlijk eten. Ja. Hij probeert dus in die zin het Groningse land, ja. Het noordelijke platteland, te laten zien. Zowel in zijn koken als in zijn schilderijen. Ja. Als je naar het leven van Leen kijkt, dan ontdek je... Ja, er zullen best wel veel meer lijnen zijn, maar dan, waar het mij nu om gaat, zijn er twee lijnen. De kok, mm-hmm. en de kunstenaar. Ja, hè, dat... Wanneer is zijn beeldend kunstenaarsleven nu eigenlijk begonnen en waarom met name? Ja, het is ergens begonnen begin jaren 90, ik denk ergens in 92, dat hij plotseling de behoefte voelde. Hij had altijd al iets met tekenen en schilderen. Ja, en toen voelde hij op een gegeven moment wel de behoefte om iets verder te gaan dan alleen maar in die horeca. En iets meer basis te krijgen op dat gebied van kunst. En toen hij op een gegeven moment dan een tijd niet werkzaam was in de horeca, omdat het bedrijf waar hij was onderuit ging, waar hij werkte onderuit ging. Toen was dat voor hem een gelegenheid om richting die kunst, om richting de kunstacademie te gaan. Zou je kunnen signaleren dat het boeddhisme ook invloed heeft op zijn uitingen als beeldend kunstenaar? Weet ik niet, daar kan ik geen zinnig woord over zeggen. Nee. Weet ik echt niet. Het zal ongetwijfeld, het zal echt allemaal wel samenhangen, maar dat weet ik gewoon niet. Nee. Je hebt geen breuk gezien met eerdere uitingen van hem? Nee, helemaal niet. Tegendeel. Ik vind juist altijd dat hij heel erg zich gelijkmatig of geleidelijk heeft ontwikkeld. Oh ja. Dat je niet kunt zeggen van, hey, daar ligt nou een césuur of zo. Nee, helemaal niet. Nee. Nou, je weet dat hij naar een bunkergebied gaat bij de Lek. Hè? Ja. Wij noemen dat het Alcatraz. Ja, nou ja. Of Robbeneiland, de organisatoren. Dat zal niet zijn, denk ik, maar goed. Ja. Wat gaat het worden daar met hem? Nou, dat gaat natuurlijk perfect voor hem. Ja? Daar houdt hij ontzettend van. Hij houdt natuurlijk al, hij komt uit de Betuwe. Hij houdt van dat rivierenlandschap daar. Hij houdt van licht, lucht, ik zei het al. Hij kan daar zich uitleven. Als kunstenaar, denk ik. Hij houdt van rust, van stilte. Dat past ook bij hem. Ja. Dat hij zich daar perfect op zijn gemak voelt. Het enige wat volgens mij voor hem heel belangrijk is dat het lekker warm is. Want anders krijgt hij echt veel te veel last van zijn botten en dat soort dingen.
Jullie wonen in Groningen, uitgestrekt landschap, zware klei, water ook bij jullie in de buurt en zo. Dat, en toch zegt Leen dat hij het heel bijzonder vindt om in dit landschap te gaan werken met de lek en de dijken. Wat is daar nou zo bijzonder aan voor hem? Nou, ik denk in eerste plaats de herkenning. Hij komt hier uit het rivierengebied, is in Gorinchem geboren. Dus dat, die kant zit eraan, maar ook die dynamiek die dat water laat zien. Die rivier die soms uitzwelt, die het water de uiterwaarden inloopt en weer terugtrekt en zijn sporen nalaat, dat fascineert hem enorm. En daar ligt ook wel een overeenkomst met het Waddengebied, waar je dat ook wel ziet, zeg maar, dat het water komt en zich weer terugtrekt. En daar is het dan het gevolg van eb en vloed, zeg maar. Dat is ook inderdaad wat je terugziet. Ja. Als hij een tijd heeft waarin hij niet schildert, hè, want ik zou bijna willen zeggen niet werkt, maar dan werkt hij juist heel hard. Maar dan schildert hij niet. En ik zie bijna aan hem hoe die volstroomt. En dan moet het, daar komt er zo'n moment, dan moet het eruit. En ja, dat zegt heel veel, denk ik, ook over dat innerlijk proces wat met hem bezig is. En dat gaat om het schilderwerk, maar het is natuurlijk ook wat hij uit het boeddhisme. Die hele, die hele hectiek van de buitenwereld loslaten. Daar niet aan hechten, aan wat het allemaal met zich meebrengt. En dan heel stil naar zichzelf, naar binnen gekeerd. Dat zie je. Daar heeft het heel duidelijk raakvlakken. Zijn oudere werk is iets figuratiever en is iets toegankelijker. Laat iets makkelijker zien van, oh, dat heeft de kunstenaar ermee bedoeld. En daar ligt, denk ik, het verschil. Hij laat eigenlijk, als ik terugkijk, dan zie ik dat hij steeds meer weg heeft gelaten. Dat heeft hij niet meer nodig. Die boerderij, wat ik net noemde, het wordt geen boerderij meer, maar het is een aanduiding dat daar iets in dat landschap was. Maar hij kan het ook helemaal weglaten. Hey. Daar gaan we. Ik heb een prachtig envelop voor me. Een heel mooie afbeelding. En hij zou jou zeker aanspreken, alleen al vanwege de kleur en het is een mooi afval. Er zit iets in wat jou gaat vergezellen komende 2 weken. Koan. En die gaat deze overdragen. Dus je bent niet helemaal alleen. Er is iets wat blijft knagen. Niet onder de deur doorkomt, maar gewoon ergens in je hart en in je hoofd. Ja, dankjewel. Heb een hele goede tijd. Dankjewel. En ik hoop dat het ook heel veel rust, inspiratie en ruimte geeft. Fijn om je het aan te bieden. Dankjewel. Okay. Is het dezelfde koan als die jij had? Oké, dus die gaat ook weer, ik kan ook weer straks verwerken, meenemen, bewerken. Ja. Onderwerp je aan de koan. Ja. Ja, mooi. Mooi dat hij rood is geprint ook. Let ik dan weer op. Dankjewel.